Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over laser graveren, CQ laser snijden. Ik ga dit keer beginnen met een kleine serie over onderwerpen die betrekking hebben op wat je moet weten over laser graveren en eigenlijk al moet weten voordat je überhaupt begint met überhaupt iets te laseren. Dus eigenlijk nog stappen die je moet weten voordat je je laser gaat aanzetten. Waarom doe ik dat? Ik krijg af en toe vragen van mensen en daar zitten toch wel heel vaak ook vragen tussen. Waaruit eigenlijk blijkt dat men nog niet afdoende weet wat lasergraveren is. Nou, misschien wel wat het is, maar niet welke factoren daar nu een belangrijke rol bij spelen. En dat is toch wel heel erg belangrijk. En dat wil ik je niet onthouden. Het zullen ongeveer 4 tot 5 video's worden. En ik zal in elke video proberen een van de belangrijkste factoren apart te behandelen. Er zijn een aantal factoren en op dit moment kan ik zo zeggen dat het er sowieso 4 zijn. De eerste is welk materiaal en wat moet je daar dan van weten. De tweede is de snelheden waarmee je gaat laseren. De derde, de power. En de vierde, en dat geldt vooral voor afbeeldingen, dat is wat is nou eigenlijk dpi? Wat is nou eigenlijk dots per inch? Wat houdt dat nou in en hoe verhoudt zich dat tot datgene wat wij maken? Vandaag ga ik beginnen met het eerste deel daarvan. En nogmaals, ik vind eigenlijk dat mensen dit zouden moeten weten voordat ze überhaupt de laser activeren. Want er zit een bepaalde vorm van gevaar ook in. Laten we daar ook duidelijk in zijn. Het onderwerp van vandaag in die eerste video gaat zijn het materiaal wat we gaan laseren. Dus als we gaan laseren, als we gaan graveren of gaan snijden, 4 belangrijke thema's, 4 zaken waar we eigenlijk vooral mee te maken hebben. Er zijn wel meer dingen, maar de zaken die vooral bepalend zijn hoe het resultaat eruit komt te zien. De eerste daarvan is het materiaal wat we gaan laseren. Je zult zeggen, lijkt me logisch. Hè? Ja, alleen besef je je ook wat je daar zegt. Ik geef even een voorbeeld daarvan. Stel, jij gaat papier laseren of een dunne vorm van karton. Een tijdje terug heb ik een video gemaakt en die zul je in in al mijn video's ook terugvinden, waar ik zeg maar 120 grams papier laser. Ik denk dat het niet onduidelijk is als ik zeg dat als ik een aansteker hou bij papier, dat papier voep in brand vliegt en wegvliegt. Ja? Dus de ontvlambaarheid van papier is bijvoorbeeld vele malen hoger dan bijvoorbeeld het beukenhout wat ik hier heb, wat 1,2 centimeter dik is, dacht ik. Misschien zelfs nog wel iets dikker, ik weet niet eens. Ja. Maar je kunt je voorstellen dat ik hier rustig een aansteker onder kan houden. En dan kan ik waarschijnlijk wel een kwartier doen of 20 minuten, doordat ik waarschijnlijk pijn in mijn handen heb. En dan heb ik nog niet een brandende beukenhoutplaat. Het verschil dus of ik iets heb wat erg ontvlambaar is of niet ontvlambaar is, is van groot belang. Want dit kan voorkomen of je wel of niet brand in je huis gaat krijgen. Het is dus van belang te weten wat ik ga lezen. Dit valt straks samen met de begrippen power en snelheid. Even heel kort, dat is niet mijn thema van vandaag, want dat doe ik in de volgende video's. Maar heel kort, als ik dat stuk karton en ik houd daar die aansteker onder, dan is binnen de 20 seconden staat dat in de hens. Ja? Terwijl als ik hier die aansteker onderhoud, onder die plaat beukenhout, dat zei ik al, ik denk dat die na 20 minuten nog niet brandt. Ja? Dat betekent dus dat de snelheid waarmee jij karton kunt laseren veel hoger moet zijn dan de snelheid waarmee ik dat beukenhout ga laseren. Want als ik te lang met die laser op eenzelfde plek blijf bij dat karton, dan gaat dat dus in brand. En bij dat beukenhout is de kans een stuk kleiner en dus kan ik daar werken met een veel lagere snelheid, om maar eens wat te noemen. Want een lagere snelheid betekent dat zeg maar de kracht van de laser, het vuur, langer op één plek brandt.
Er zijn natuurlijk veel meer materialen en ik zal wat voorbeelden geven. Want hout is ook niet zomaar hout. En je kan denken van, ja, maar hout is hout. Hè? Nou, dat dacht ik niet. Hier heb ik, dit noemen ze timmerhout. Dit kun je krijgen bij de Gamma. Dit is 3 mm dik. En dit is een beetje de categorie van wat wij zouden noemen waaibomenhout. Ja, dus eigenlijk niks. Als ik echt even kracht zet, breek ik dit zo door midden. Ja? Dit kan ik snijden met een Stanley mes. Ja? Heel dun hout. Daarnaast heel zacht hout. En dat betekent dat die ook veel minder hitte kan hebben. Als ik hier weer die aansteker onderhoud, dan denk ik dat ik met een minuutje of 5 de zaak wel in de hens heb staan. Ja? Als ik daar nou tegenover zet, nog geen millimeter dikker. Ook weer timmerhout, multiplex, maar dan voor buiten. Dat is een stuk harder hout. Kan je ook horen, even bij deze. Eigenlijk het verschil horen. Dit is zachter dan dat ik dit hier doe. Ja? Hier ligt het weer een heel stuk verder. Hier ben ik zeker wel weer een minuutje of 10 misschien wel bezig voordat ik dat ding in brand heb zitten, snap je? Dus het heeft ook te maken met dikte van hout, samenstelling van hout, hoe is de consistentie van dat hout en dat soort dingen meer. Nou, dit heeft sowieso gevolgen als het gaat om snijden, want dat wil ik ook heel duidelijk eventjes stellen. Het verschil tussen snijden en graveren zit hem niet zozeer in de techniek. Dat is over het algemeen is dat een lijntechniek, ja. Het zit veel meer in hoe vaak ga ik over de zaagsnede. Dus hoe vaak doe ik hetzelfde rondje maken. Met welke snelheid doe ik dat. En met welke power doe ik dat. Ja? Dit zal bij mij, in mijn situatie, dit is met mijn Ortho Laser Master 2. Een keertje of 4 eroverheen met 300 mm per minuut, 75-80% heb ik dit gesneden. In hele keurige snedes. Dit hier keer of 12. En dan moet ik ook nog zorgen dat ik de focus niet bovenop het hout zet, maar een stukje in het hout zet. Zeg maar dat ik hem zeg, want dit is 3,6 mm. Dus als ik zeg maar hier de laser op ongeveer 1,8 of 2 mm zet, dan kom ik er uiteindelijk wel doorheen. Maar anders wordt het een lastige aangelegenheid. Snap je? Dat zijn allemaal dingen die dus een rol spelen. Zacht hout, hard hout, dik, nog iets dikker. Nou, dat beukenhout, nog harder hout, nog dikker. Hier kom jij met een gewone diode laser never nooit doorheen. Om maar eens wat te noemen, om te snijden. Dus, materiaal bepaalt snelheden, power en ook of je er doorheen kunt snijden of er niet doorheen kunt snijden. Wordt natuurlijk nog iets anders wanneer ik nu tegels ga gebruiken. Dit is een tegel. Ja, dat is natuurlijk keihard. Dit ga je nooit kunnen snijden met deze lasers, met een diode laser niet. Misschien wel met een CO2, dat weet ik niet. Maar niet met een diode laser. Zelfs de sterkste diode laser gaat dit niet redden. Dat ja? Betekent dat ik hier weer veel meer power op kan zetten en veel meer snelheid of minder snelheid op kan zetten als ik dat wil. Ja? Toch zitten er wel dingen die we moeten weten. Kijk, uiteindelijk is het zo, er is geen enkele laser hetzelfde als de volgende laser. Dus je zult echt je eigen settings moeten gaan uitvinden. Ja, de settings van een ander, die zijn er genoeg te vinden. Ook op YouTube en ook ik wil ze nog wel eens verstrekken. Maar dat is meer een indicatiewaarde. Dat is een indicatie die zegt van oké, als je nou begint met die snelheid en met die power, dan kom je vanuit daar wel gaande omhoog, dan wel omlaag, wel op de plek terecht waar je terecht moet komen, zeg maar. Maar jouw laser heeft een andere uitgangsspanning in wattage dan mijn laser. Die van mij komt tot 4,5 watt, die van jou misschien wel 8. Met andere woorden, geen laser is hetzelfde en je zult het dus zelf moeten ontdekken. Maar je moet dus wel heel goed in je achterhoofd houden met welk materiaal ben ik nu bezig. Is dat licht ontvlambaar? Is dat niet licht ontvlambaar? Laat ook nooit je laser zomaar in de steek. Doe dat niet. Niet terwijl die aan het laseren is, want dat is bloedgevaarlijk. In een van mijn video's zul je zien dat er ook een power scale gemaakt wordt. Tegenwoordig kan dat al in de software van Lightburn zelf bijvoorbeeld. Dat was in het verleden nog niet zo, dan moest je dat zelf ontwerpen. Daar heb ik ook een video over. Maar tegenwoordig kan dat in Lightburn zelf. Dus in de serie over de laatste updates zit een stukje in ergens over het updaten van Lightburn. En dan ook gelijk de functie om een power scale te maken. Als jij dus bijvoorbeeld een afbeelding wilt gaan laseren op hout,
dan doe je er verstandig aan om bijvoorbeeld wat tests uit te voeren. Nou, de test die ik hier bijvoorbeeld uitgevoerd heb, is eigenlijk best wel een hele bijzondere test. Want dat is eigenlijk een test die ik hier niet eens zo bedoelde voor deze videoserie. Je hebt namelijk bij afbeeldingen verschillende vormen van afbeeldingen. Je hebt drempelwaarde, geordend, Atkinson, korrelige weergave, Stookie, Jarvis, krantenpapier, halftoon, schetsen en grijswaarde. Wat je zou kunnen doen, en dat is wat ik hier op de afbeelding gedaan heb, is gewoon dezelfde afbeelding, dezelfde settings, alleen met al die 10 verschillende mogelijkheden van afbeelding te lezen, om te kijken wat mij het beste resultaat geeft. En dan kun je ook nog weer gaan spelen met power en snelheid. Dat heb ik dus hier niet verder in gedaan, maar dat had ik wel kunnen doen. In dit geval laser ik dus rechtstreeks op dat hout. Maar wat nou als ik een tegel heb en die tegel ga ik 2 kleuren geven. Die doe ik de onderste laag blauw schilderen en dan de bovenste laag zwart. En dan is eigenlijk de bedoeling om dat blauw eruit te laten komen als ik die afbeelding laser. Ja, dat is het enige wat ik dan dus wil bereiken, is dat ik die bovenlaag eraf laser. Nou, dan moet je dus een power scale gaan maken. Ook hier is de snelheid is eigenlijk door mij persoonlijk al ingegeven, 1200 mm per minuut. Maar boven zie je zeg maar de powers oplopen van 8 tot 50%. En je ziet vervolgens welke kleuren er dan uitkomen. Dit is hoe je ontdekt wat voor settings nodig zijn voor jouw laser voor een bepaald materiaal. En dat maakt dus niet uit welk materiaal dat is. Je moet dus, dat is dus de eerste factor voor succesvol laseren, is dus het materiaal wat je lasert. En van dat materiaal moet je dus om te beginnen heel belangrijk weten van wat is de brandbaarheidsstatus. Kan ik met hoge snelheid werken of kan ik dat niet? Kan ik met een hoge power werken of kan ik dat niet? Moet ik met lage snelheid werken en hoe laag kan ik dan? Want als je te laag gaat, dan zal de zaag ook in brand vliegen. Want dan blijft de power te lang op één plek. En bijvoorbeeld bij karton dus, krijg je daar brand van. Zo zijn er nog veel meer materialen. Je kunt metaal, je kunt spiegels, je kunt glas, je kunt kurk, leisteen. Ga zo maar door. En dus voor elk materiaal gelden eigen settings. En nogmaals, ik wil dat echt benadrukken hier. Niet dat iemand me dat nu gevraagd heeft, maar het gebeurt regelmatig. Mensen vragen mij dan van welke setting moet ik daarvoor gebruiken? Het is jammer, ik kan het je eigenlijk niet vertellen. Ja, ik geef je een richtlijn. Maar dat wil niet zeggen dat die richtlijn ook voor jou geldend is. Want het heeft alles te maken met jouw laser. Het heeft alles te maken met jouw settings. En het heeft alles te maken met jouw materiaal. Kijk, want ik kan wel zeggen, dit is 3 mm waaibomenhout, timmerhout van de gamma. Wie zegt mij dat in België ditzelfde materiaal ook dezelfde samenstelling heeft? Dat weet ik niet. En die samenstelling, die bepaalt uiteindelijk met welke kwaliteiten jij gaat lezen of niet. Ja? Oké. Dat is de eerste factor die een rol speelt. En dit moet je eigenlijk weten voordat je gaat lezen. En want op het moment dat je dat karton op je bed legt en je denkt van weet je wel, gewoon joh, 200 mm per minuut, 100% power eroverheen. Nou, ik zou het brandblusser klaarzetten, snap je? Dit moet je vooraf weten, dit is heel belangrijk. In mijn volgende deel ga ik in op snelheden. Maar dat is niet voor nu, dat is voor de volgende video. Ik hoop dat deze eerste in elk geval al een heel klein beetje je wakker heeft geschud met waar je over na moet denken voordat je überhaupt je laser aanzet. Tot de volgende keer, als we het gaan hebben over de snelheid. Groetjes, dag.